mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Tijd Over 2. Vorige keer hebben we dat ene soort met batterijtje of zo hebben we geplaatst. We hebben een eindbaas beslagen en we zijn nu hier weer met onze Titan. En als het goed is, kan dat ding groter. Die doet het nu. Yes sir, transmission sequence activated. It's working. Transmission power 25% and climbing. 60%, good. Almost there. 80%. Signal strength at maximum power. We are a go for transmission. Broadcasting data stream. Awaiting response. Here's hoping someone's still up there. Got it. This is Commander Sarah Briggs of Marauder Corps. Militia SRS. Authenticate. Commander Briggs, this is BT-7274. Protocol 2. Uphold the mission. Report intel to the fleet attached to the SRS unit. Solid copy. Good to hear you guys are still down there. We're receiving your data now. Nou, morgen hebben we contact, dus we kunnen opnemen met iemand anders. Oh, where the fuck zijn we nou? BT-7274. Your data recorder says your original pilot was KIA. Correct. Captain Ty Lastimoso was killed in action. I am now linked to an acting pilot, Rifleman Jack Cooper. Wait a minute. Lastimoso linked you to a rifleman? Yes. He had no other options. Understood. We'll get you transferred to a fully qualified pilot. Objection. Cooper is my pilot. Our combat effectiveness rating now exceeds 90%. Request permission to return to this link. Wat onze tijd er zomaar van ons afgepakt. We hebben nog best wel een leuke band met elkaar. You're lucky our backs are up against the wall, BT. Permission granted. That's high praise coming from a machine, Cooper. Thanks to your scan data of the Ark, we've tracked its energy signature to an IMC base right here on Titan. We don't have much time. Let's go. Okay, let's go dan. Maar ik zou net zeggen, we hebben net een band met ons Titan en dan. Ja, krijgt hij in één keer een andere pilot. Nou, maar gelukkig gaat dat niet door. Daar ben ik wel blij om. Nou, even laden, duurt weer eventjes. Maar het valt gelukkig altijd over mij. Oh, waar zijn we nou? Oké, you're ready. Listen up. The IMC have developed a fold weapon. It has the power to destroy entire worlds. But without its power source, the Ark, it is inoperable. Nee, hier zijn heel veel tijd trouwens. Okay, we gaan dus even goed vechten, als ik het goed heb. We moeten die Ark stoppen en de hele wereld kan eraan gaan. Oh, what the fuck? Oké, okay, we zijn er, we zijn er. Nu wel andere wapens, ja. Even andere wapen. Ik moet die boek. Ik ga even mee, deze denk ik. Keep moving! Welke was het? Wat is dat nou dan? Die toon. Let it fire! Let it fire! We got Reapers, L7, turn it around! Yo, daar is er nou niet voor staan. Okay, you're down. Up, okay, come on. Stop up gewoon even een guide voor. Ah, okay, zo weet ik. Oké, okay, dat is dus. Oh.
fuck sakes, ik wacht maar met je neer. We hebben wat niet voor een dingetje hebben. Verdomme. Au. Het gaat echt heerlijk, we waren wat tijd er niet in. Alleen ik zit echt even naar een wapen te kijken wat echt gewoon... Ja, een leuk wapentje is. Deze is op zich wel leuk, maar ik zoek even iets bruters eigenlijk. Gewoon hou ik ze in één klap. Hele troep tijd is er niet in. Auw. Misschien kunnen we... Oh, dat telt niet meer. Ik denk dat ik de shotgun mijn paar. Elk 4, store 2. Lock this area down. BT, Pilot Cooper, you're with me. Let's go. Ja, ik ben bij jou. Ja. Watch out, I'm the tank up ahead. Go, go, go! Kan ik kapot of wel? Nee, niet. Zwaard! Nice shot, Pilot Cooper. We need to keep moving. Nou, oké. Voor een spin weer, man. Gewoon lopen, je. Waarom gaan jullie niet dood? Doe mijn shotgun. Mooi. En dood. Ja, nou hierheen neem ik aan. Before it takes off. Take those titans out, pilot. For fuck's sake. Move it, pilot. Move it. Watch out. Holy. Good takedown, pilot. Hoe dat zwaard kan werken, snap ik niet zoveel van trouwens. Wow, dat is vet. Oké, dan moet je dus V. Kom maar, joh. Dit is echt fucking vet, man. Ik vind deze nu al echt de leukste. Want je hebt gewoon nog zo'n fucking vet zwaard, man. Zo, we zijn vol HP. En we gaan heel lekker verder. Follow me. There's a lift up ahead. Ja, dit zal de lift wel zijn, denk ik. Ja. Come on, reloaden. Pilot. Follow. Here we go. Get ready, pilot. Going up. Yes. I'm ready. That was the easy part. Oh, dit was de easy part, wel mensen. Ja.
We horen het. We krijgen het dus al moeilijker. Good job, Cooper. As far as I'm concerned, you've earned your pilot certification. Nou, dat is fijn om te horen. En we hebben een nieuw wapen. Yes. Oké, die gaat gelijk natuurlijk even naar weer. Noordstar. Sniper. Dat is fucking vet. Kunnen we nog een zoom? There she is. We still have time to intercept the Ark. Ik ben er. Ik kan niet over, verdomme. We zijn een nieuw wapen aan het testen. Oh, die hoort bij mij. Hey, ik zie niks. Come on, yes, yes, you don't. We hebben meer kogels erin geramd. Mooi, die snipers zijn fucking sterk trouwens. Welke was dat nou? Dat zwaard? Ja. Keep pushing forward. We cannot let the Ark leave on that ship. Oh! Fuck sakes! Down.
mooi, die Chinook down. Even kijken. We gaan over dat. Van fuck sake, je bent dood. Dat is kut. Ik heb je niet in de gaten dat we, ja, dat we gewoon bijna dood waren. The Draconis is almost fueled. Move, move! Their escort is here. We don't have much time. Here we go. Ik heb een leuk zwaardje. Oh, fuck sake. Oh, fuck sake, dat zijn er nog wel trouwens. Au. Oh. Ga aan de kant, jongen. Ja, die staat daar. Dat is nog maar eentje daar. Die kant op. Oh, hier is er ook een. Maar we gaan verder in de volgende aflevering, mensen. We zitten alweer op 20, 21 minuten, zie ik alweer. Dus ik sluit hier bij de part. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Dat zou ik heel goed leren. En dan zie ik jullie natuurlijk weer bij de volgende video. Later!